Wij hebben een van de laatste stoomtreinen die van Eindhoven naar Maastricht reed op zijn reis naar het zuiden gevolgd. Op deze lijn namelijk zal met ingang van de zomerdienstregeling met elektrisch materieel gereden worden. En we wilden eens zien wat er allemaal op dit traject veranderd en verbeterd is. Nadat we Weert voorbij zijn, passeren we bij Buggenum de Maas, waar de houten noodbrug heeft plaatsgemaakt voor een definitieve staalconstructie. Bij Susteren is het hele emplacement geëlektrificeerd. Op sommige punten vinden we hier 25 bovenleidingen naast elkaar. Verder naar het zuiden in Lutterade werd de laatste hand gelegd aan de wederopbouw van het station dat in 1942 door een bombardement verwoest werd. Ook in het Limburgse land ziet men thans overal de bekende waarschuwingsborden. Op verschillende stations bleek het noodzakelijk de perrons te verhogen doordat de ingangen der elektrische treinen hoger liggen. Op 7 plaatsen langs de lijn naar Maastricht werden onderstations gebouwd waar de wisselstroom van 10.000 volt zal worden omgezet in gelijkstroom van 1500 volt. Met het ingaan van de nieuwe dienstregeling zal Maastricht ongeveer 1,5 uur dichter bij het westen zijn gekomen.